Ik heb vanmorgen een introductie gegeven over het belang van de Duitse taal in de klas hier. Daar ben ik erg blij mee. Een grote groep leerlingen, twee groepen van de VWO bovenbouw. Heb ik daar ook heel duidelijk benadrukt. De leerlingen moeten keuzes maken. Wat het belang is van het beheersen van de Duitse taal voor hun later carrière. Dus de beroepsmogelijkheden en hun internationale visie op het zaken doen met Duitsland. Duitsland is een handelspartner waar we bijna 100 miljard euro aan exporteren elk jaar. Dus wij importeren van Duitsland zelf 70 miljard. Dus wij exporteren 30 miljard meer naar Duitsland dan zij naar ons. Dus dat betekent dat het een hele belangrijke handelspartner is voor Nederland. In een groot concern zoals Siemens, daar wordt in de top, daar wordt Engels gesproken, daar is Engels de voertaal. Maar als je ook maar iets lager komt in het lagere echelons, dan spreekt ook de techneut, dan spreekt allemaal Duits. Dus zaken doen met Duitsland, doe je in een Duitse taal. We zijn Duits op het Erasmus hier in Almelo. En wij hebben al sinds een aantal jaren de gewoonte om op de dag van de Duitse taal ons in Duitse klederdracht te steken. Voor sommigen is dat een aanleiding van feest. Voor ons is het eigenlijk de reden om de dag van de Duitse taal nadrukkelijk in beeld te brengen. Kinderen zien het ook en zeggen, oh meneer, u ziet er gaaf uit vandaag. Je ziet dat kinderen hierop reageren. En dat is eigenlijk, dat is primair het eerste doel. Het gaat ons niet om nou Bayern met hun klederdracht te verkopen in Twente. Iedereen kent de Twentse Oktoberfeest en in Duitsland ook het Oktoberfest. Maar de dag van de Duitse taal, daar hoort een stukje kleding bij. Daar hoort ambiance bij. Vlaggen, ook beneden. Duitsland moet een beetje meer gepromoot worden. Met braadworst en Brezel. En natuurlijk karaoke, hè? We gaan ook zingen. En het leuke is wel dat wij daarvoor Michael van de Duitse broodjeszaak hier midden in de stad hebben gevraagd om dat te verzorgen. Catering door een Almeloos bedrijf met Duitse wortels. Hij komt uit Kassel. Gaat dat hier bij ons op het Erasmus doen. Dat vind ik superleuk. Ja. Bang, bang. Feuerfrei. Nein, ich bin selbst kein Deutscher. Ich bin hier einer der fünf Kollegen, der hier Deutsch unterrichtet. Und das sind wir mit fünf Kollegen. Wir sind hier auf der HAVO-VWO von Erasmus. Und wir unterrichten Deutsch. Und Deutsch ist für uns eine wichtige Sprache, weil wir denken, dass Deutsch, über 100 Millionen Leute reden Deutsch in Europa. Und wir sind so nah an der Grenze. Wir verdienen sehr viel Geld mit Deutschland. Und deshalb ist wichtig, dass unsere Schüler, dass sie Deutsch lernen und dass sie auch Deutsch reden können mit einem Kunden oder mit Leuten aus Deutschland, ob sie im Tourismus arbeiten oder sie gehen Fahrrad fahren oder sie sind beim Skifahren und sie verdrehen ihr Enkel. Dann muss man nicht auf Deutsch sagen, dass der Enkel wehtut, denn Enkel ist in Deutschland ein Kleinkind. Ja, das heißt ein Knöchel. Ja, und wenn man sagt in Österreich, mein Enkel tut weh, dann kannst du nach dem Krankenhaus, da gehst du nach die Geisterkrankheit, denn der Arzt sagt, Enkel, da hast du überhaupt keinen Enkel. Nein, Knöchel. Und das sind all die wichtigen Dinge, dass Deutsch so wichtig ist für unsere Schüler. Und bei so einem Tag der deutschen Sprache, packen wir aus hier auf der Schule, dann macht der Erasmus, mach etwas Tolles.